Vandaag zijn we in Den Haag aanbeland bij Mingelmoes, echt een enorm gave foodhall. We staan hier bij Frida. Ja, en zij maken authentiek Mexicaans taco's. Frida wordt gerund door Sara en Benjamin. We komen nog wel even terug waarom het Frida heet. Ik heb er zin in, authentiek Mexicaans eten. We laten u allemaal zien in deze video. Wij zijn Authentico en ik ben Corine. En ik ben Juliette. En wij proeven de wereld. Alles, behalve stappend. Ik sta hier bij Sara en samen met Benjamin, die staat daar. Kijk maar even. Hallo. Hi Benjamin. Hallo. Frida, Mexican food. Ja. Ja. Maar waarom Frida? Want jij heet Sara. Frida Kahlo is a very well-known artist, Mexican artist. You know, she was very passionate about Mexican food. And she had a very, very nice house in Coyoacán, in Mexico City. And I am from Mexico City, and I was used to live in Coyoacán. Yeah. What is the name of the house again? Well, La Casa Azul. La Casa Azul. The blue house. Azul, because in the garden, all the walls are painted in blue. It is pure mice and water. En we gooien de water een beetje, tot met de maal heel zacht kon zijn. Dus het is heel simpel, maar kost gewoon tijd, heel veel tijd. En spier trainen, precies, dat is een soort van gym ook. Ja, jij zei net over, je bent van mais gemaakt? Ja, dat was onze geschiedenis uit Mexico. En vroeger geloofden we dat wij worden gemaakt door de mais, niet van klei. Niet van andere dingen, maar wel van mais. Daarom we houden te veel van de mais. En mais is de basis van Mexicaans eten, dus vandaar komt. We pakken vanaf hier de maal. En we gaan het hier eten. Deze machine die komt uit Mexico. Tot hier in Nederland. En gewoon rollen. Here we go. En die komt de tortillas. Afgesneden, rond. En dit is onze tortillas. Oh, wat gaan we deze hier zetten. En zo. Zo. Oké. Het is een hard werk. Want het is heel warm, in de zomer nog warmer en in de grill en tortillas omdraaien, je wordt helemaal zweet. Mexican food is based in onion, with onion, garlic, onion, garlic, salt and chili. Ah, so that's the basis. This is the basis for almost all the foods. Okay. Yeah. So from the Yucatan Peninsula we have cochinita pibil. They stew it and put achiote, that is a special, you know, this is it's a special ingredient from Mexico. The neck of the pork that has a bit of grease. Yes. And then you have to make, this. You have to mix it with orange juice, because the idea of the cochinita pibil is that it needs to be a citric flavor. So you can put some beans here like this. This is a cochinita that we have been preparing for a couple of hours. It's really tasty. So this is a chinipec. Chinipec, this is a green, red onion, sorry. And then it's with vinegar, apple cider vinegar. And then you just put the habanero. It's quite hot. With some guacamole. Guacamole. And then it's ready to eat. Oh. Yeah. De eerste taco. En het heet Taco de Bibil. Wat is dit een goed hapje? Oh, die pit. Er zit chilipeper in, maar die komt niet gelijk binnen. Maar dat duurt even, hè? Die kip die is een beetje zacht. Ja, en dan heb je ook nog eens die crème van die. Van die guacamole. Nou, en die uitjes die zijn ook een beetje zuur. Dus helemaal lekker. Oh, je komt er met nog een aanzetten.
Twee quesadillas. Twee quesadillas? Ja. Oh, we moeten nu opschieten met eten. From Mexico? Well, we usually get from Mexico things that are not grown here, as the cactus, the nopal, which is that plant. The cactus is baked, and then we snide it, and then we put it in the stove, and then we put it all in the as topping of the tortilla. Ah, it's a topping. Yeah, a cactus topping. The cactus topping. Yes. Yeah, that is a vegetarian tag. Een hele spannende. Dat is met cactus. Heel smeuïg. En de avocado, ja, ook smeuïg. Er zit volgens mij een soort kaas in, een ricotta-achtige kaas, ook smeuïg. Het is echt fris en zuurig. En we hebben begrepen dat dat komt omdat ze helaas niet vers ingevoerd mogen worden, de cactus. Dus dat moet uit een pot komen. En daardoor krijgt het een klein beetje die zuurige smaak. Het is een beetje ingelegd. Ja, het is een beetje ingelegd, ja, omdat het niet mag. Een beetje dat weeënge wel, maar echt super lekker. What did you like to eat most as a child? All the dishes that my grandmother prepared. And did you learn cooking from your grandma? Yes, definitely. Your mother? Not your mother? Not my mother, my grandmother. I grew up with my grandmother, both. One was Spanish, the mother of my mother, and the other was Mexican. So with the Mexican one, she used to cook all the very nice food, but she took very long. Every day, 5 to 7 hours to cook a meal. Wow. That was crazy. And what is the secret ingredient she always used in the kitchen? Do you know? Love. It works like this in Mexico. We gaan een enorm speciaal hapje eten. In Mexico is het een delicatesse, een heel duur gerecht. En het heet? En het heet... Cutalop, nee, zeg jij het is? Nou, het heet gewoon corn truffle. Oh. En dan in het Spaans. You hate it or you love it. And you know more about this corn truffle. Yeah, well, what you've tasted is huitlacoche. Huitlacoche is a truffle. It's a delicatessen from Mexico. But this is a fungus. This is a sort of mushroom that infects completely the corn. And it grows inside the corn and comes and becomes like a big tumor. And this is what you have taste. This is what huitlacoche is. Eruit eigenlijk niet. Nee. Het ziet er eigenlijk helemaal zwart uit, als een echte soort van truffel. Er zit wat kaas op. En ik zeg jongens, we gaan het doen. Lekker hoor. Smaakt naar bonen en champignons door elkaar, toch? Ik vind het dus weer een hele aardse smaak. En, ik ben daar toch iets minder van, geloof ik. En dat aardse maakt ook een beetje bitter. Maar door die kaas maakt het toch ook lekker weer een echte taco van. Ja, een taco het is. Nou, jongens, Jules gaat stoer doen. Ja. Jules gaat uit deze enorme bak met volgens mij hele hete pepers dat op haar taco gooien. En dan gaan we zien of ze gaat huilen. Nee, eitje? Nee, dat valt mee. Geeft juist een beetje frissigheid met dat aardse erbij. Lekker! Deze jongen, kijk! Oh, oh, sorry! Valt er een beetje naast. How did you meet your lovely wife? We studied together in the high school. So we were sweethearts during that time. Yeah. And then, she had to study law, I studied medicine. Oh. And then we came to Europe. She did a specialty in Europe, also I did, in Spain. And then we just appear again. Yeah. Well, you're a lawyer and a cardiologist. Yeah. How are you
How will you come in the kitchen? Tell us. You know, from when I was a child, I really wanted to study for a chef. But my father didn't want. Yes, yes. So, you know, I studied law, I made a master in law, I worked, and I was very, very happy with my job. But at the end, you finish doing or working in what you really like, is what I think. And now I'm going to register in an opleiding here in the Netherlands for a chef course. Wow. Starts in September in English. So I'm very glad I'm going to be a chef now, finally. Shu, wat vind jij nou het lekkerst? De allereerste, die taco de bibil, oh ja. Met, ik zei dat er kip in zat, maar het was pork achteraf worden. Super lekkere taco, waar eigenlijk alles in zit. En jij? Nou, niet het lekkerst, maar ik vond het wel echt mega bijzonder dat wij die truffel taco hebben mogen eten. De delicatessen van Mexico en ja, het was gewoon heel gaaf. Ja, heel apart, hè? Ja, ik vond het niet zo lekker, maar ik vond het wel heel gaaf. Leuk om dat een keer te proberen. Ja, ja, precies. Hey, vond je deze video leuk? Dan abonneer je op ons kanaal en klik op het belletje. Want dan krijg je een melding als we een nieuwe video hebben. Tot de volgende keer. Doei! Doei! Thank you.